Zo. Dus je kent Troy Bolton? Niet echt. Hij liet me de school zien. Het lijkt me sterk dat Troy tijd heeft voor een nieuwe. Hoezo? Oh, hij is alleen maar geïnteresseerd in basketbal. Dat is 16 gedeeld door Pi. Ja, mevrouw Montes? Ik dacht, is de tweede vergelijking niet 16 gedeeld door Pi? 16 gedeeld door Pi? Nee, dat lijkt me echt sterk. Maar het is wel waar. Oh, en welkom aan boord. Het antwoord is ja. Huh? Ons team doet mee aan de scheikundedecathlon aanstaande vrijdag. En tuurlijk wil ik dat je meedoet. Hoe kom je eraan? Ik dacht dat het van jou kwam. Tuurlijk niet. Oh, nou, als je mee wilt doen, graag. We oefenen bijna elke dag. Alsjeblieft. Eerst wil ik mijn achterstand inhalen, voordat ik me op dat soort dingen ga storten. Oh, ze helpen je wel met je achterstand. Het zijn de slimste koppen van de school. Wat aardig van je, Taylor. Wat een boel nieuwe nablijvertjes vandaag. Maak er alsjeblieft geen gewoonte van, maar de toneelclub is altijd blij met extra hulp. En wat een mooie gelegenheid om na te denken over het kwaad der mobiele telefonie.